Ja, hier is Fishy weer. En ik ben hier samen met Remco. En dit is een wedstrijd in de Champions League. Champions League play-off natuurlijk, Remco. Eerste wedstrijd 2-1. Benfica, ja. Voor Benfica. Dat klopt dus ook. Ja, toch? 2-1. Maar, het wordt nog een behoorlijke kluif. Ja, eigenlijk had je nou... Nou, als Nederland zijnde weer pech dat een uitdoelpunt weer niet mee... Nee. Want nu had het wel gunstig geweest, zeg maar, snap je? Maar, nou, het denk ik voor de wedstrijd niet uitgemaakt, want ja, gezien het verlengen en zo. Maar ik denk dat je precies dezelfde Benfica gaat krijgen, hoor. Want ik denk echt dat ze een beetje gaan kutten. Net zoals Twente dit weekend deed tegen Ajax. Ik denk dat Benfica ook zo gaat spelen tegen PSV. Ze dus gaan echt gewoon de wedstrijd onmogelijk maken. Ja. Daar zijn Portugezen wel goed in. Ja. Maar PSV moest ik dan niet gek laten maken. Want PSV, ik weet niet. Ja, Benfica was denk ik vorige week wel beter. Nou, dat vond ik eigenlijk niet zo, als ik heel eerlijk ben. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Het was echt K2 counters en het was... Ja, maar dat is wel Benfica. Ja. PSV heeft ook een paar goede kansen gehad. Toch een beetje geluk met het doelpunt ook nog. Dat ze die ervan maken. Want anders loop je mat tegen een achterstand aan. Ja, dat scheelt dan wel weer. Nu, ze moeten minimaal één keer scoren. Voor verlenging. In eigen huis. Ja. Ja, ik weet niet, ik zie Benfica eerlijk gezegd ook wel scoren. Dus moet je er sowieso 2 maken. 3 om te winnen. Nou, het wordt echt lastig. Maar toch denk ik wel dat... Ja, ik heb wel vertrouwen in PSV. Ik vind ze echt wel goed voetballen. Ook weer dit weekend. Ook dan gooit ze weer 6 wissels erin. En ja, oké, ze moesten tegen Cambuur. Dus op zich zegt dat ook niet heel veel. Maar ze winnen wel eenvoudig. Ja. Zeg het eens. Nou, ik zeg... ik kan geen 1-0 zeggen, dan is het verlenging. Ik zeg dan 2-0 bij PSV. Oké, ik denk 1-1. Ik denk dat PSV het gewoon niet gaat halen, als ik heel eerlijk ben. Helaas hoor. Wel voordat ze in ieder geval dan de Europa League ingaan. Ja, dat in ieder geval, maar... Ik denk echt niet dat ze het gaan halen. Het is echt... eigenlijk is nu die doelpunten is nu precies... Wat je niet wil hebben, zeg maar. Nee, klopt. Je hebt gelijk, ik denk dat Benfica ook een keer scoort en dan moet PSV de 3 maken. Ja, dat... Nee. Maar ja, oké, je weet nooit. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik denk het niet. 1-1. Wij gaan over in ieder geval naar de wedstrijd. Hartelijk welkom allemaal vanuit Zuid-Amerika. Oh, echt de laatste update, die heeft heel wat gedaan. Daar naar Jeroen Gruter en... Naar mij. Ik ben maar ja, maar we zijn als een game wat nu updaten nog. Snap ik dan niet zo goed. Het nieuwe seizoen. Het is PSV. Kijk dan voor de spelers update, maar ja, dat doen ze dan weer niet. Ja, ze zullen zich ongetwijfeld. Er zal iets meer rechten te maken voor het nieuwe seizoen, toch? Teleurstelling van vorig seizoen. Ze hebben nu een paar maanden de tijd gehad om zich op dit nieuwe seizoen voor te bereiden. En ik neem aan dat ze willen laten zien dat ze hebben geleerd van hun fouten van vorig jaar. Hij trekt naar binnen. Hij weet het schot tegen te houden. Ik weet dat hij er nooit in ging, maar voor het goede gevoel. Opgejaagd op eigen helft. Hij schiet de bal. Redding. En in de handschoenen. Oh, de bal is weg. Jeroen, waarom kunnen we vandaag rekenen op jou betreft? We aannamen ook. Twee aanvallende geweldenaren. Ze kunnen hier voorkomen. Ha! Doelman had hem. Bal blijft binnen. Dat is een kans, Titten. Lampen zit weg. Hij laat zich terugzakken om de bal op te halen. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Hallo, krijg ik nog een voordeel of niet? Het voordeel is gewoon al lang weg. Hij zit er goed tussen bij die pas. Rafa. De voorzitter. Goh, wat weer die voorzitter uit. Door die actie is hij de bal kwijt. De Eindhovenaren krijgen een ingooi. Zo, die snel, die grote die erbij komt. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Hé! Oké, dank je. Julian Weigel. Bal weer voor. Nee, scheids! Leidt tot een vrije trap. Nou, hé! Onreglementair afgestopt. Ja, geen rood toch? Daar kun je een gele kaart voor geven. Dat is raar, ik ken het niet. Slecht de gele kaart. Nou, dat zal een opluchting zijn voor hem. Hij dacht waarschijnlijk dat hij rood zou krijgen. En wij ook. De bal komt in de muur terecht. Gaat die vangen?
Het was echt een goede reactie. Wat is het? Hij zat met één voet buiten, mag wel. Hij wist wat hij deed. Ik weet niet hoe die regels zit, maar... Gaat dit wat worden? Wat? Maar ik heb ook geen vrije trap net tegen. De gelijke stand. Oh, wat een geluk! Wat? Je schoot helemaal mis, keihard tegen mij aan. Ja. Maar goed, ik kreeg dat zijn kaas er tegen. Maar deze had er al ingemoet eigenlijk in. Oh, mis. Nou, wat een geluk, hè. Ja. Jij koos ook dat je gelukkigste tot nu toe dit seizoen. Nou, maar dit is wel echt vies, Bauer. Ik denk dat jij hetzelfde gehad. Dat het beetje bal weer gewoon voor die voeten komt. Het slaat echt nergens op. Philippe Max. Er ligt een counter op de loer. Een steekpaas in de ruimte. Die is dan meestal voor Wubbel Okkels. Wat? Die loopactie had een fractie later gemoeten. Wat ja, laat gesloten. Ja. Daar ja, helemaal. Ze moeten er even afwachten. Daarop. Julian Weigel. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Ja, best wel. Dat is wel heel chill. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Niets aan te merken op deze treffer. Ja, dan is het klaar ben ik bang. Dan moet je het 3 maken nu. Eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Kijk, wat nu wel is, hè. Je kan nu altijd nog gaan verlengen. Als je gewoon gelijk maakt. Daar fluit de scheidsrechter voor rust op. Het staat 2-0. Het is natuurlijk nu geen penalties meer. Het is tenminste vorig jaar. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Dank je. Er wordt ingeleverd. De bal wordt op het middenveld onderschept. Oh! Oh. Ah, gadverdamme, dat mag altijd. Bal gaat uit, inworp. Zo. Hij zat er goed bij. Bal gaat uit voor een inworp. Hé? Even versnelling hier met een knietje. Achter de linie. Geen spel. Op tijd voor die bal. Waar is dan toch het gevaar? Oh, het is heel slecht ook uitgespeeld. Kan de bal wegwerken. Er ontstaat een duel om de bal. Waar gaat hij naartoe? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een gevaarlijke steekbal. Oh, oh dank je. Nee, nou. Dit loopt uiteindelijk op niets uit. Nu snel eruit komen. Nou, hè? Slechte actie. Oh, dat was gewoon niet... Nou, ik word er helemaal gek van! Nou. Oh, dank je. Pas, hij levert hem in. Oh, dank je. Beter. Ja, dit, nu lijkt het helemaal allemaal foute passes. Nee, hij rent niet door. Bal is het weer kwijt. Malverdus. Nou, ik ben helemaal gek hier. Rafa. Op doel geschoten. En dat schot wordt gekeerd. En de doelman dacht waarschijnlijk, het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, kom op trouwens. Die bal zeilde ver van het doel af. Philippe Max. Gewoon een hap ik en hap ik weer totaal verkeerd. Dit was denk ik niet zijn bedoeling, hè. Op het doel. Redding, spel gaat verder. Ah, come on! Ja. Oh, ik zag de bal ook niet meer. De ene speler van jou die ervoor ging staan. Ik weet het ja. Dat is geel zeker. Ja, geel. Nee, waarschuwing. Jee, maar vette kans. Ik raak alles behalve de bal, maar... zo. Ja, maar ik zweer het hoor. Jouw speler liep echt net in beeld, zeg maar. Ik zag de bal niet meer. Hij houdt die vrije trap tegen en heeft hem klem. Hè? Wow. Er ligt ruimte voor de counter. Dit moet een doelpunt worden. Moet nu een vervolger aan geven. Nee. Daar komt hij en daar heeft hij hem. Bal voor zijn voeten. Ik wilde het niet. Gewoon goed eruit gekomen. Oh, kudde was het terug. Hij was ook over. Goh. Oh.
Dat zou rood zijn. Nee, geen. Ik moest een half veld oversteken en de bal ging niet richting de goal. Nee, zo mag je iemand niet afstoppen. Dat lijkt me geel. Oh, wat ik wilde naar de spits toe. Nou, het is echt ongelooflijk. Ja, nog 2 minuten extra speeltijd en dan wordt er afgefloten. In de loop gegeven. En nu wordt het oppassen. Een kans om te scoren. Ai, ai, ai. Alle tijd van de wereld. Hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Zo, van hoog. Ja, dat was een rijssignaal. Ze laten gewoon 3 punten liggen. Dat is niet best, zo. Openingsdag. Zal hier weer hetzelfde gebeuren als afgelopen seizoen? Nou, niet meteen zo dramatisch. Het is er maar één. Weet je, kijk. Eerlijk gezegd, voor de punten... Het is natuurlijk wel gunstig als een club als PSV in de Europa League zit. Maar ja, je krijgt voor mij ook dikke bonuspunten als je de Champions League haalt, toch? Je krijgt voor mij elke ronde 5 punten extra. Nou, dat gaat vooral tellen voor in de tweede ronde. Dan krijg je bijvoorbeeld je winstpunt, maar ook 5 voor de ronde halen. Ja. Dus dat gaat zo snel dan. Ja, wat ik hoorde, moeten voor mij een beetje op Portugal letten, toch? Die moeten hem niet te veel vooruit lopen. Dus dan is het dan handig als je van Portugal wint, zeg maar. Ja. Ja. Dat is lastig. Ja, ik hoop echt dat PSV doorgaat. Dat zou wel leuk zijn, weer 2 ploegen in de Champions League. Ik ben niet iemand die er gaat janken van, ja, nee, krijgt hij eigenlijk minder geld. Ja, boeien. Kunnen we 2 video's per week uploaden? Want als het goed is, doen ze maandag, dinsdag en woensdag dan, toch? Champions League. Ja, dat is gewoon maandag en dinsdag. Maandag en woensdag, what the fuck? Dinsdag en donderdag. Nou, dat is inderdaad van dinsdag en woensdag. Dinsdag en woensdag, ja. Ja. Nou, donderdag nog even. Nou, de donderdag. En misschien doen ze ook wel op de vrijdag nu wel de Conference League en zo. En dan de Eredivisie op zaterdag. Huppakee. Ja. Editen. Opnemen. Dus ja, we hebben wel wat te doen. Nou ja, het zou wel leuk zijn als echt PSV... Ze komen waarschijnlijk wel een pot 4, dus je krijgt sowieso 2 behoorlijke... Ja, maar Ajax ook, hè? Ajax zelf de pot. Ja, Ajax pot 3, joh. En als je pot 2 hebt gezien, joh, dat lijkt pot 1 wel. Zit er zoveel, er zitten alleen maar goede ploegen in. Ja. Het gaat een moeilijke jaar worden, dit, hè. We hopen het in ieder geval voor PSV. Ik ben eerlijk, ik denk het niet. Remco ziet nog ergens wel... Ja, ik zie gewoon een beetje licht aan de horizon. Licht aan het eind van die tunnel. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Jongens, liken voor deze video. Tot de volgende keer. Bye bye. En later. Laat de voorspelling even achter.